Dit is het DRTV-nieuws van donderdag 20 september. Met vandaag... testen voor nieuwe busstation... creatief samen zijn... en hoe verder met de salon. Wie vandaag op de Zandweert bij de Oude IJsbaan was, heeft kunnen zien dat op de grond allemaal witte lijnen lagen. Sintes was vandaag namelijk bezig met het testen van de plannen voor het nieuwe busstation. We gaan de komende jaren een heel aantal projecten uitvoeren in het stationsgebied. De ondergrondse fietsenstalling die wordt vast uitgebreid. Het stationsplein zelf wordt heringericht. Er wordt een derde perron wordt aangelegd door ProRail. En we gaan ook het busstation gaan we herinrichten. En dat busstation, de herinrichting daarvan, daar gaan we vandaag, de ontwerpen daarvan die liggen klaar. En we gaan vandaag testen met bussen of het ontwerp wat we hebben bedacht, of dat ook in de praktijk straks zal gaan werken. Dus de lijnen die je hier ziet staan, de witte lijnen, die markeren zeg maar, de overgang zeg maar, van de weg naar het trottoir. Dus dat is waar straks de bussen ook tussen moeten rijden. En we gaan testen of de draaicirkels of de bussen zeg maar, daar ook goed doorheen kunnen. En wat we dan willen bekijken eigenlijk is of op sommige plekken misschien een bocht wat krapper zou moeten. En op andere plekken misschien dat het toch wat breder zou moeten. Of de tests leiden tot een goede indeling van het nieuwe busstation, kan iedereen in de toekomst zelf ontdekken. Voor iedereen die het leuk vindt om samen creatief bezig te zijn, houdt het Leger des Heils regelmatig creatieve bijeenkomsten. Eens in de zoveel tijd krijgen deelnemers de kans om creaties te maken met hedendaagse hobbytechnieken. Ook gisteren was dit weer het geval, waarbij er aan de slag werd gegaan met het maken van een hoed bestaande uit een theedoek en een handdoek. De creatieve ochtenden of middagen worden 4 keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze dagen is het ontmoeten van andere mensen het belangrijkste. Gezelligheid door op een ontspannen manier creatief met elkaar bezig te zijn. Het resultaat van het knutselen is bij de een wat geslaagder dan bij de ander, maar dat maakt niet uit, want de gezelligheid staat voorop. Ja, we moesten eigenlijk in de tweede kamer staan, hè? Ja, dat dacht je. Zeker. Wie had 5 jaar geleden gedacht dat de salon in 2012 nog steeds gevestigd zou zijn op de huidige locatie aan het Grote Kerkhof? In 2007 werd immers al een afscheidsfeest gehouden omdat het gebouw moest wijken voor een nieuw stadskantoor. Datzelfde scenario is nu weer aan de orde. Ik weet dat ze gaan slopen. In ieder geval de asbestverwijdering gaan ze aanstaande week mee beginnen. En dan gaan ze 29 oktober daadwerkelijk achter de grote zaal slopen. Maar ja, op dit gedeelte, daar rust nog steeds geen vergunning. Dus het is de gemeente er ook veel aan gelegen dat ik dit nog steeds intact hou en dat het goed blijft. Afhankelijk van de procedures qua het verlenen van die sloopvergunning. En hoe lang dat uitgesteld kan worden. En misschien zijn er ook wel bezwaren tegen de bouwvergunningen die zijn aangevraagd. Kan dat nog wel eens een behoorlijke tijd gaan duren. Ik heb zelfs de hoop dat bijvoorbeeld groepen van Deventer op Stelten in juli hier nog in de kelder terecht kunnen. Want dat doen ze al jaar in jaar uit. En het is fantastisch om vanuit hier natuurlijk dat plein op te komen. Ondanks de onzekerheid van het voortbestaan van de salon, wordt zondag wel de expositie Magisch Deventer van de kunstenaar Thomas Hetzeg geopend. Deze 38-jarige Hongaar, woonachtig in Deventer en afkomstig uit een kunstzinnige familie, legt zich sinds 8 maanden toe op het schilderen met olieverf. Ik was jarenlang alleen airbrusher. En dat is meer decoratie dan kunst. En nu ik voel zo dat ik moet meer kunst maken. Geloofde u dat hij nog maar 8 maanden bezig was? Ik weet dat het zo is. Dus ik kon niet anders dan het geloven. Ja. Maar als u dat niet had geweten en u had de doeken gezien, had u het dan ook geloofd? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is zo fantastisch. Wat hij kan in zo'n korte tijd is, ik noem het magisch. Ik heb nooit geleerd. Ik heb nooit gesproken met een andere kunstenaar. Wat ik weet van de kunst of de technieken van de kunst, weet ik alleen van mezelf. Hij schildert Deventer, ja, en dat doet hij nauwgezet. Maar vooral wat hij dus uithaalt met penseelstreken en kleuren, dat maakt het levendig en magisch. Ja, magisch realisme zou ik het haast zeggen. Is het een mooie stad om op het doek te zetten? Ja, voor mij interessant dat binnen
2 kilometer kan je alles vinden van de leven, de natuur, de oude stad, de wolken, de rivier, alles. Alles is samen, zo interessant voor mij. Ja. Niet alleen de stad, niet alleen een boom, maar samen de alles. De wens van Moerkerken is natuurlijk het huidige pand behouden. Maar mocht de salon onverhoopt naar een andere locatie vertrekken, dan heeft Moerkerken zo zijn voorkeur. Nou, ik geef al 8 jaar aan dat ik de houtmaakschool wil. Daar zitten nu krakers in en dat was toen ook al het geval. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar de gemeente Deventer heeft dat destijds aan Development Corporation, volgens mij voor een symbolisch bedrag, gegeven. Het gaat nu voor, naar mijn idee, naar het NV Bergkwartier. Die zijn daarover in onderhandeling of al over uit onderhandeld. Dus het zou de NV Bergkwartier, die moeten daar een uitspraak over doen of ze mij daar willen hebben. Ik denk dat het een functie heeft dat wij daar komen. Omdat al die nieuwbouw die daar gepleegd is, dus die huizen verkopen goed bij die nieuwbouw. Maar die winkels, nou daar heb ik mijn twijfels over. En als de salon daar zou kunnen komen, heeft dat een aanzuigende werking natuurlijk op andere winkeliers. De toekomst is dus nog onzeker, dus het is afwachten wanneer het volgende afscheidsfeest komt, besluit Moerkerken gekscherend. De poort van Spanier wordt morgen officieel in gebruik genomen. Er was al lange tijd sprake van overlast, vernielingen en vervuilingen in de onderdoorgang. Bewoners waren dit zat en startten een initiatief voor het opknappen van de poort via de wijkaanpak. Met medewerking van Wonen Boven Winkels Deventer en de gemeente is de poort nu gerenoveerd. In de 17e eeuw werd de poort aangebracht in de modewinkel van Spanier. In 1988 heeft de poort een plaats gekregen als onderdoorgang van de Roggestraat naar de Prinsenplaats. De symbolische opening zal vrijdag om 4 uur worden gedaan door de dames Spanier, wethouder De Jager en de heer Hendricks van woonbedrijf Iedereen.